Gezonde voeding, niet te veel zout en genoeg water drinken zorgen ervoor dat je nieren langer intact blijven. Dat zijn de adviezen vanuit de gezondheidszorg op Wereld Nierendag vandaag. Huisarts Roy Mohan trekt aan de bel omdat steeds meer mensen in Suriname te maken krijgen met nierziekten. Nierproblemen hebben verschillende oorzaken. De belangrijkste zijn complicaties bij suikerziekte en hoge bloeddruk. Maar ook niet-traditionele risicofactoren zoals nierstenen leiden steeds vaker tot nierschade. Het is een groot probleem, vooral als we kijken dus dat diabetes mellitus ook nu bij de jonge mensen voorkomen, jongvolwassenen. En een van de complicaties daarbij is dat nierfalen. Dat betekent nierfunctiestoornis op basis van suikerziekte. Maar ook bloeddruk, die vaak nog gekoppeld gaat aan diabetes, suikerziekte. En het is een groot probleem nu. Als we nu nagaan dus dat al de dialysecentra dus vol lopen en dat mensen dus wachttijden hebben om te gaan dialyseren. Dat is heel triest. Het probleem is groot. De kosten zijn hoog. Mensen kunnen niet zelf ophoesten, zeg maar, voor al die kosten die gemaakt kunnen worden. En de verzekeringsmaatschappijen liggen ook overhoop, want de kosten daarvan zijn heel erg hoog. De levensstijl van een patiënt met nierklachten verandert compleet. Om het leed van zo'n patiënt zoveel mogelijk te verzachten, worden tijdens het helingsproces vooral gebruik gemaakt van herbale middelen en natuurproducten. Deze middelen hebben veelal geen bijwerkingen, zoals het vaak het geval is bij chemische middelen, vertelt Gary Chin IMSM, assistent manager van Farmport. 1 op de 3 Surinamers, kan je bijna zeggen, heeft hypertensie. Ja. En natuurlijk loopt het op bij hoe hoger je leeftijd is. Bij diabetes is het toch gelukkig niet zo hoog, maar we zitten al nu wel rond het volgende laatste cijfer, 13% is de prevalentie. Van diabetes. Dat betekent dat we eigenlijk in totaal, als we kijken naar het Surinaamse bevolking, eigenlijk ruim hoeveel? 75.000 zitten? 75.000 diabetes. Dus deze zijn allemaal risico voor dat ze ook meer schade kunnen krijgen. En dan moet je kijken, want uiteindelijk hoeveel mensen belanden in de dialyse. Gary Chin IMSM, assistentmanager van Farmport. In verband met Wereld Nierendag spraken wij met enkele gezondheidswerkers over nierfalen.